Ik ben echt dakloos geweest. Ik heb echt geen woning gehad. Soms sliep ik langs de kant van de weg. Mijn naam is Moon. Ik ben 54 jaar. En ik heb heel hard gewerkt mijn hele leven. En na een redelijk waardeloos verhaal alles kwijtgeraakt. Zo fragiel kan het leven soms zijn. Het begon allemaal heel mooi. Ik was 21, 22 jaar. En een droom om een horecazaak te beginnen. Dat ben ik met mijn inmiddels ex-man samen begonnen. En dat is uiteindelijk een heel groot succes geworden. Na 20 jaar, eigenlijk binnen een jaar, alles kwijtgeraakt. Dat resulteerde wel in een jaar, anderhalf jaar, geen huis hebben. Dus ook echt dakloos te zijn. En dat is bijna niet voor te stellen hier in Nederland. Maar gebeurt echt. Ik heb heel lang gezocht van... wat kan nog mijn toegevoegde waarde zijn voor mezelf, maar ook aan het leven? En waar vind ik uiteindelijk mijn passie en mijn dromen? En hoe kan ik daar nou gestalte aan geven? Zin in het leven krijg je weer doordat je getriggerd wordt. Van wat zijn nou je idealen? Wat zijn nou je dromen? Hè? Is dat nou zoveel anders als 21 of 54 jaar? Kan ik opnieuw tegen mezelf zeggen, jij bent Moon, 54 jaar en ik ga voor die droom. In alles, ondanks alles en wat er ook gebeurd is, heb ik altijd geloofd in de liefde. De liefde staat voor mij voor alles. De liefde voor je broer of je zuster. De liefde voor een vriend naar een vriendin. Alles in dit leven is de liefde de bron. Die liefde brengt mij uiteindelijk tot op die dag van nu, vandaag, op vrijdagochtend, 8 uur. Dat ik 2 weken geleden dacht, dit is veel te hoog gegrepen. Dit krijg ik niet voor mekaar. Kan ik spreken? Kan ik mensen verbinden? Durf ik dat om mensen te verbinden? Om zo'n belangrijk onderdeel te zijn van zo'n dag. Zo'n gelofte, wat ze tegen elkaar willen zeggen. Man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw. En toen dacht ik, ja, dat kan ik. Want ik weet hoe het is als het er niet is. Maar ik weet ook hoe het er is als het er wel is. En dat er altijd toekomst is in alles. Zonder dit weekend had ik niet de essentie van het bab zijn in mijn eigen hart ontdekt. Dit is wat ik wil. Ik heb mezelf doelen gesteld. Binnen een jaar ga ik dit fulltime doen. Is dit mijn weg? Dit is mijn droom. Ik ben dankbaar. Het heeft mijn leven 180 graden omgedraaid. Ja. En dit weekend, deze roeping, zo je wil, die is niet in een paar woorden samen te vatten. Ik voel je roeping. En al ben je dan 54, dan zit die hier in je hart. En dan is het een ontmoeting met jezelf geworden. Ja, voor alles wat nog mag komen.